Patricia Pai heeft recentelijk openhartig gesproken over de moeilijke periode die ze doorgaat na het overlijden van haar moeder eind vorig jaar. In een interview met Show News vertelt ze over het intense gemis van haar moeder en hoe ze eraan moet wennen dat haar moeder er niet meer is. Hoewel het op dit moment goed met Patricia gaat, blijft het een emotioneel zware tijd. Ze deelt haar gevoelens van verlies en vertelt hoe ze haar moeder erg mist. Het besef dat haar moeder er niet meer is, blijft moeilijk voor haar. Ze zoekt steun bij haar zus en haar dochter Christina. Patricia benadrukt het grote gemis en de uitdaging om zonder haar moeder verder te gaan. Toen Patricia destijds het verdrietige nieuws van het overlijden van haar moeder deelde op Instagram, sprak ze over het lang genieten van het leven door haar moeder. Het afscheid vond plaats in besloten kring. In een ander interview met Party gaf Patricia aan hoe ze het gemis van het contact en de gesprekken met haar moeder voelt. Maar ook dat het voor haar en haar zusie vonden makkelijker was het overlijden te aanvaarden omdat ze het zagen aankomen.